Als je de play-offs haalt, is het fantastisch. En ja, als je de play-offs wint, ja, dat zou echt ongelooflijk zijn wat je dat voor elkaar krijgt. Dat moet je durven dromen. Henk, zondag moet het gebeuren voor Sparta uit bij Heerenveen. Nu is het één dag na de wedstrijd tegen Utrecht. Hoe ziet zo'n dag er voor Sparta uit? Als je kijkt naar de groep bedoel je? Ja, een deel heeft uiteraard herstel. En dit keer zelfs verdeeld in twee groepen. Want een deel is binnen, behandelen, toch wat pijntjes. En een deel die heeft zeg maar herstel buiten gedaan. Dus en een grote groep die heeft nog gewoon getraind, een man of 10. Dus die hebben gewoon een normale training gedaan. De spanning zal ongetwijfeld wel wat toenemen de komende dagen. Hoe gaat jouw ploeg en hoe ga jij dat managen? Eigenlijk wat ik al de hele tijd over mijn ploeg zeg. Die gaan heel volwassen naar elke wedstrijd toe. En volgens mij heb ik dat ook benoemd op momenten dat we het wat moeilijker hadden. En dat is gelukkig zo. En vandaar dat het lekker werk is met een groep die wel redelijk volwassen omgaat met die voorbereidingen. Ik heb niet anders gezien, dus ik ga ervan uit dat het ook nu weer het geval is. Ja, het is een soort van finale al. En mogelijk en hopelijk komen er straks nog andere finales. Maar hoe werk jij als trainer toe naar een finale? Je bent dat wel gewend als speler, maar ja, ook als trainer met Vitesse bekerfinale. Een wedstrijd die eigenlijk gewonnen moet worden. Natuurlijk wel afhankelijk, maar... Je begrijpt wat ik bedoel? Ja. Ja, vooral eigenlijk zoals je elke wedstrijd benadert. Ik denk dat het vaak goed is om dat voor elkaar te krijgen. Dat je gewoon, zoals elke wedstrijd, heel professioneel benadert. En natuurlijk, emoties hebben altijd invloed daarop. Hè? Of de druk, of juist als de druk wegvalt. En dat soort zaken moet je zien te voorkomen. Maar nogmaals, dat ligt echt wel bij de spelers. Ik probeer daar richting te geven, maar zij zijn daar... Heel bepalend in. En nogmaals, daarom het hele seizoen heb ik ze wel gevoeld. En nogmaals, ik ga ervan uit dat ook dat in dat gedeelte dat het voor elkaar komt. Eerder dit seizoen wisten jullie thuis niet te winnen van Heerenveen. Sterker nog, jullie grootste thuisnederlaag, 1-4. Maar ze zijn uitgespeeld. In hoeverre is dat voor jullie een voordeel? Ja, ik denk dat het niet zo gek veel uitmaakt, eerlijk gezegd. Want ze spelen hun laatste thuiswedstrijd. Weliswaar een voordeel dat er geen publiek is. Dat kan een voordeel zijn. Kijk, ja... Ik ga ervan uit dat zij het niet zullen laten lopen. Dus wij zullen het gewoon echt zelf moeten doen. Aan de andere kant is dat ook de hoop de andere kant op. Want ik hoop dat AZ in deze zijn sportieve plicht doet. Hè. En daar ga ik ook vanuit. Want AZ is wel een ploeg, vind ik, die voor mijn gevoel dat eergevoel wel heeft. Niet nog even wat belletjes gedaan met Pascal Jansen? Nee, maar... Ik denk dat dat wel een uitstekend idee is, ja. Ja. Wil je wel op de hoogte blijven wat daar gebeurt, continu, tijdens de wedstrijd? En ga je daar eventueel ook op anticiperen? Ik moet zeggen, ik ben daar niet echt mee bezig. Alleen, ja, nu krijg je wel een situatie, hè, dat het wel echt bepalend kan zijn. En dat het misschien wel invloed kan hebben op je wisselbeleid. Dus ja, sowieso, mijn teammanager houdt dat erbij. Dat heeft hij nu de afgelopen wedstrijden ook gedaan. Dus ook dat gaan we hetzelfde doen, ja. Ja, want Heracles is jullie enige concurrent nog. En ja, jullie zijn dus afhankelijk van wat daar gebeurt. Ja. Maar in eerste instantie kijk je daar niet naar en ga je vol voor de overwinning daar bij Heerenveen om sowieso zeker te zijn, denk ik. Ja, om niet te gokken moet je uitgaan van je eigen kracht. En proberen gewoon daar te winnen, dan weet je het zeker. En al het andere is altijd afwachten. En ja, dat is nooit zo'n fijn gevoel. Nee, twee geschorste spelers die er niet bij zijn. Hoe ga je dat oplossen? Eerst even kijken wie tot onze beschikking staat en wie het beste gevoel geeft. Dat weten we eigenlijk pas morgen na de training. Eerder zei ik al, hè, waren met name de veermannetjes hier op dreef in die wedstrijd. Neem je dat ook nog wel mee in je wedstrijdbespreking, omdat daar meestal wel het gevaar van afkomt? Zeker nu Schöne geschorst is? Ja, zeker. Omdat dat juist naar mijn ploeg toe een van de wedstrijden was, zo niet de wedstrijd was, waar ik ze kon overtuigen van het gegeven dat... Als wij niet zorgen voor een compacte organisatie en denken van, vaak praten we dan in de term van lekker voetballen. Als wij denken we gaan lekker voetballen, krijgen we 4-0 pak slaag of 4-1 pak slaag van dat soort ploegen. Gisteren tegen Utrecht hadden we heel graag lekker willen voetballen. Als we dat doen, krijgen we 4-0, 5-0 pak slaag van dat Utrecht. Dus Heerenveen was voor mij absoluut een wedstrijd waar ik mijn spelers kon laten zien en overtuigen van het gegeven van wij moeten ten alle tijde voor een goede compacte organisatie. Wat de laatste weken wat beter was dan zeker ook gisteren, is dat we aan de bal beter waren. Of veel beter waren dan de weken daarvoor. En dat is uiteindelijk wat wel het verschil maakt. Hè. Het is ook een bepaalde manier van verdedigen. Als je beter bent aan de bal, dan in principe kunnen zij ook niet gevaarlijk worden. Maar dat is niet altijd even makkelijk voor ons. Eén ding is zeker, mochten jullie het redden, dan is Feyenoord de tegenstander. Dat is na donderdag wel bekend. In hoeverre leeft dit binnen de club, dat jullie Feyenoord
willen loten, willen krijgen in die play-offs? Mooi derby in de halve finale. Ja, ik denk als je de play-offs haalt, dan... Kijk, ik heb tegen mijn groep al gezegd, we hebben een goed seizoen. We hebben er nu eigenlijk, als je de play-offs haalt, is het fantastisch. En ja, als je de play-offs wint, ja, dat zou echt ongelooflijk zijn wat je dat voor elkaar krijgt. Dat moet je durven dromen. Hè? En we weten donders goed waar we staan ten opzichte van die ploegen. Maar als ik kijk naar de wedstrijd Feyenoord, ja, dat is altijd mooi. Ik vind dat wij de enige echte derby, toch? Ja, dat is een mooi etiket. En ik denk dat we daar gewoon absoluut voor moeten gaan. En nogmaals, ik denk dat je tegen elke ploeg kansen hebt. En wij hebben dat ook tegen Feyenoord gewoon. Maar nogmaals, we beseffen wel heel goed ons startpunt. Eerst nog maar winnen van Heerenveen tot slot. Heel veel ploegen gaan bij een belangrijke wedstrijd een dag van tevoren nog op trainingskamp. Doe jij dat ook of gaan jullie gewoon zondagochtend richting Friesland? Nee, wij trainen. En dan in de middag ergens. En dan reizen we af richting het noorden. Ja, hoe fijn is dat voor een belangrijke wedstrijd? Wat gebeurt er dan met zo'n groep en wat doe jij vaak als trainer op het moment dat jullie nog kort op trainingskamp zitten voor een belangrijke wedstrijd? Ja, ik moet eerlijk zeggen, vroeger, hè, onze tijd, ik vond het heerlijk om weg te gaan. En dat had vooral mee te maken, ik vind het lekker om me voor te bereiden zonder welke onrust om me heen. Ik ben onwijs gek op mijn kinderen, maar in die periode vond ik het lekkerder om gewoon voor te bereiden op de wedstrijd. Tegenwoordig is dat toch iets anders. De jongens liggen liever in hun eigen bed. Hun eigen, zeg maar... Omgeving ook, ja. Procedures die ze hebben allemaal. Dus ja, uiteindelijk gaat het om de spelers. Alleen, nu hebben we er de laatste tijd wel voor gekozen om af te reizen gezien de tijden. Het schema is heel lastig als je in de ochtend vroeg weggaat. En vandaar dat we ervoor kiezen om gewoon ook eerder te vertrekken.